Romeinen 13, vers 1. Gehoorzaamheid aan de overheid. Iedereen moet zich aan het gezag onderwerpen, want er is geen autoriteit die niet door God is ingesteld. Alle gezag komt van God. Als iemand zich tegen het gezag verzet, verzet hij zich eigenlijk tegen God en het is dan ook zijn eigen schuld. Als hij gestraft wordt. Romeinen 13, 1 tot en met 2 Wie zich goed gedraagt, hoeft niet bang te zijn voor mensen die namens de overheid optreden. Maar wie verkeerde dingen doet, wel. Dus als u niet bang voor hen wilt zijn, moet u doen wat goed is. Dan zult u daarvoor eer ontvangen. Romeinen 13, vers 3.